Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Na een vrij koude nacht met vanochtend om 7 uur in het noordoosten aan de grond nog min 4 graden, trekken vanochtend wolkenvelden over het land. In het noordoosten kan nog even de zon schijnen, maar uiteindelijk wordt het overal enige tijd bewolkt. En uit die bewolking kan zeer lokaal een spatje motregen vallen, meestal als het droog. Vanmiddag breekt weer vaker de zon door en dan blijft het droog en loopt de temperatuur op naar zo'n 10 à 11 graden. Op een enkele plek misschien zelfs 12 graden. Zeer zachte waarden dus. De wind is vrij rustig, waait uit het zuiden en die voert de zachte lucht aan. Vanavond nog steeds vrijwel droog weer en opklaringen. Temperaturen dan rond 6 graden. Morgen verwacht ik opnieuw hoge temperaturen. 9 à 11 graden. In het zuidoosten heel misschien 12 graden. Overdag is het nog grotendeels droog, met alleen langs de westkust kans op een spatje motregen. In de avonduren moeten we overal rekening houden met wat regen, maar de ochtend en middag verlopen dus droog. Woensdag een enkele bui, ook af en toe zon. Donderdag wordt de meest wisselvallige dag, dan is het grotendeels bewolkt en dus zijn de periode met regen. Vrijdag weer een afwisseling van zon en enkele buien. En zoals je ziet, de temperaturen blijven ver boven de normale waarde. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.